Man. Go. Welkom iedereen bij mijn let's play van Metroid Zero Mission in dit deel. Kijk nog heel even deze map af. En dan gaan we naar Norfair toe, want dit is momenteel Brinstar. En ja, mijn verkoudenheid is nog steeds niet voorbij. Maar even, woep. Ja. Dank u. Sorry, maar ik ga het heel veel misbruiken hoor. Dat denk ik goed zo. Geen elf. Jammer. Zo, hup. Oké, voor die was ik niet snel genoeg. Bye bye. Hup, hup. Hup, hup. Gewoon naar beneden donderen. Jij gaat de goede weg op. Zo. Moet wel toegeven, qua gevoel is dit iets beter, want het geeft een groter, betere atmosfeer. Ook qua achtergrond. Ook lo. Zie je hier wat diepte met één oog? Denk het niet. Oh, wacht even. Eerst rechts, daarna links. Want dit is een safe file. Safe ruimte. En van mij is het op deze kant. Ja, deze kant moet wel kop. Hallo. Fucking ja dit. Dus we moeten wel naar links. Ik heb gezegd, dit is blind voor me. Dit is redelijk blind voor me. Ik heb al een keer eerder gespeeld. Alleen, ik kan niet ding onthouden van 2 jaar geleden. Ik wil het heel graag, maar ik kan het niet pakken. Oké. Ik heb echt snel. Ik heb echt snel voor helft nodig. Dank u. Eerst omhoog, dan omlaag. En ja, ik word ook gek van die muziek. Dat is een powerbom. Hebben we nog niet. Ik kan wel de missiles gebruiken, maar ik vind dat zonde van de missiles. Zo. Oh, ja. Bingo. Oké, hier is niks. Althans, niks meer. Oké, ik ga weer uit het water, want slowdown. Heerlijk. Platformen. Ik zei plat. Oh, we hebben. Woep. Woep. Moet het weer zo ingewikkeld?
Ja, want het is Metroid. Chozo Ruins. Op zich moeten we hier nog niet echt zijn. Maar ja, exploring. Dus don't care. Oh. Cheap past. Ah, nee, meen je niet. Shit, ik kan niet beneden mikken. Fuck, sorry. Unknown item. Ah, wingdings. Oké. En nu exploderen deze dingen. Best raar, maar ja. En nu zie je ook, we hebben al 25 missile tanks. Terwijl we eerst nog helemaal niks hadden. Alup, alup. Kunnen we nog niet langs? Is het niet belangrijk? Alup, 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 alup. In de bek. In. Oude kloon. Ah. Een puzzel. Power grip. Ja, nu kunnen we dit doen. Maakt alles zoveel makkelijker. Waarom dit doen? No specific reason. Zo, alip. Item is verplicht niet echt, maar het maakt platformen zoveel makkelijker. Alip. Alip, dank u. Ja, ik ga weer de trend voortzetten van constant alioep zeggen hier. Denk ook met Metroid Fusion. En welkom bij ons schip. Is mooi schipje. Je moet nu nog niet naartoe. Jammer. Zo. Woep. Ja, ik heb gezegd, ik ga alioep heel vaak nou zeggen. Oh ja, en omdat we Chozo Statue hebben geactiveerd, of tenminste een unknown item hebben gekregen. Worden die andere dingen ook geactiveerd? Oké. We zijn momenteel hier. Oké. Oké, de muziek is wel heel rustgevend. Kunnen we nog niet langs, want we hebben nog niet het juiste item. En de eerste game over is binnen. Try again. En ja, we moeten weer van de save room verder. Ik zie je zo meteen weer. Oké, blijkbaar kan je hier healen. Ook 7. Ik ben een idioot. Voor mij wist ik het ook wel, maar ik was gewoon vergeten. Nope. Als ik dat had gedaan, dan zou ik een minder stuk opnieuw moeten doen, want ik moest even de power grip en wingdings opnieuw halen. Niet echt heel leuk, maar ja, het zij zo. Nu kunnen we hier weer naar beneden en gaan we weer terug naar Norfolk. Oh, mijn fout. Norfair. Anders word ik waarschijnlijk nog neergeschoten door fans van de series. Ik ben heel eerlijk. Ik vind dat Metroid wel wat meer aandacht mag hebben. Tenminste van fucking Nintendo.
Gewoon weer het simpele feit. Het is een serie die... haast geen... waar haast geen games komen voor de console. Nintendo 64? Nope. Wie? Ja, Other M. Maar daar was het. Dat is toch niks? En voor de GameCube waren het maar 3 games. Game Boy, 2 games. Het is op zich heel weinig als je over nadenkt. Terwijl Pokémon heel veel heeft. Oké, Pokémon verkoopt ook niet, maar dat tezijde. Nou, alsnog, als ze gewoon meer tijd insteken, kunnen ze deze ook wel meer verkopen. Daar wil ik op zich wel in geloven. Ik zou willen geloven dat je daar iets kan krijgen, maar... ach ja. En nu hebben we de grip, kunnen we ook dit. Ja, vorige part hadden we nog maar... kregen we de missile tank nog maar net. Nu zitten we op 35 van die dingen. Echt, er zijn die wel heel vergevig. Kijk, dan kunnen we ook dit doen. Ah ja, deze fuckers. Ik ben geen fan van die dingen. Hup, hup, hup. En zie je. Ah, we hebben. Mooi. Niks. Ja, ik heb geen wall jump. Dus dat stuk is verlaten. Ah, fijn, bubbels. Zeer origineel. Ja, mooi niet. Oké, wel zie je. Ook mooi niet. Oké, niks. Mooi om te weten. Heb je nog iets op de map? Oh, wacht. Speed boost. Voor mij weer alles. Ga. Oh, wacht even. Zomaar, ik. Ik ken van de Metro Fusion ook wat dit. Als je denkt dat je verdwaald bent, dat je dat niet bent. Nope. En ja, Metro kan ik weer wel. Ik ben er geen pro in, maar ik kan het wel. Ice Beam. Nee, dat is een Pokémon Attack. En als dat volgen, kan je chargen. Maar ja, nu hier. Ja. Is wel heel obvious wat je moet doen. En dan kunnen ze fuckers vriezen en kunnen we verder. Hup. Ik kan alleen niet... Oké. Deze platforms ben ik alleen geen... niet echt een fan van. Oh ja, wacht even. Dank u. Dank u. Oké, gozer, zeg maar waar ik naartoe moet dit keer. Maar daar kom ik net vandaan. You fucker.
Oh, wat zou dat toch zijn? Het zal waarschijnlijk geen bos zijn op basis van de grootte. Echt. Ja, toegeven, mensen die deze game vaak hebben gespeeld, of tenminste hebben gespeeld, weten wel hoe snel je deze game kan uitspelen. Ik weet het ook. Ik ben alleen niet zo snel. Metroid Fusion kan je ook in 1 uur uitspelen. Ik deed er ook 4 uur over. Zou jij eens gaan praten over Jordi? Ben ik goed? You know shit. Oh, wacht even. Tuurlijk. Hup. Hup. Voilà. En we zijn weer beneden. Echt, deze ding lekker gewoon fucking popcorn. Grijze popcorn. Lijkt me niet lekker, maar... Nee, iedereen zijn smaak, toch? Hup, hup, hup. Voilà. En ik ben ook voor het kijken. Volgende deel. Gaan we naar... Kreet? Ja, naar Kreet. Tot dan.